Hi, welkom in mijn keuken en welkom bij Maison Viridie. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe receptvideo. Ik ben Kirsten en ik maak graag vegan comfort food from scratch. Ik wil je laten zien dat vegan koken niet alleen heel lekker is, maar ook nog eens niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zelf ben ik gek op het bakken van brood, gebak en koekjes. Vandaag ga ik je daarom een recept laten zien voor een heel lekker simpel en knapperig koekje, namelijk vegan cantuccini. Cantuccini zijn een biscotti, een typisch Italiaans koekje dat twee keer gebakken wordt. Biscotti betekent dan ook letterlijk twee keer gekookt. Oorspronkelijk komen cantuccini uit de regio Toscane en worden ze voornamelijk als toetje gegeten. Maar ik vind deze lekkere koekjes stiekem ook gewoon heel lekker overdag, bijvoorbeeld bij de thee. Bovendien zijn vegan cantuccini niet moeilijk om te maken. Ik laat het je zien. Laten we beginnen met het recept. Eerst rooster ik de amandelen eventjes in de oven. Ik gebruik hiervoor hele ongebrande en ongezouten amandelen. Je kunt de amandelen ook zo in je cantuccini gebruiken, maar ik vind het net een wat lekkerder smaakje geven als ik de amandelen even kort rooster. Hiervoor doe ik de amandelen op een bakplaat en rooster ze in een kwartiertje op 180 graden in de oven. Daarna laat ik de amandelen even goed afkoelen. De oven laat ik aanstaan, zodat deze lekker voorverwarmd blijft voor het bakken van de cantuccini. Ondertussen maak ik hiervoor het deeg. De bloem weeg ik af in een kom. Daar voeg ik wat bakpoeder bij en een snuf zout. Ook gebruik ik een biologische citroen. De schil hiervan rasp ik in de kom en ik meng het geheel goed door elkaar. De plantaardige boter heb ik in blokjes gesneden en deze voeg ik ook toe aan de kom. De boter wrijf ik nu met mijn handen door het bloemmengsel heen, totdat het geheel goed gemengd is. In een losse kom doe ik wat plantaardige melk. Hier voeg ik de suiker bij. Met een garde klop ik de suiker nu door de plantaardige melk heen, totdat de suiker echt helemaal is opgelost. Het melkmengsel doe ik nu bij de bloem. Dit meng ik nu door elkaar, zodat het deeg mooi samenkomt. En ik voeg de geroosterde amandelen toe en die meng ik ook door het deeg heen. Het deeg voor de vegan cantuccini vorm ik nu op een bakplaat tot een platte rol van zo'n 5 cm breed. Ik gebruik een siliconen bakmat op mijn bakplaat, maar je kunt natuurlijk ook gewoon bakpapier gebruiken. De rol deeg bak ik nu in de voorverwarmde oven op 180 graden gedurende zo'n 20 tot 25 minuutjes. A few moments later. Na het bakken laat ik de rol even een paar minuutjes afkoelen, zo'n 5 tot 10 minuutjes. De oven laat ik aanstaan, maar deze zet ik wel terug in temperatuur naar 130 graden. De cantuccini ga ik namelijk nog een tweede keer bakken, zodat ze echt lekker knapperig zijn. De koekrol is nu genoeg afgekoeld. Deze snijd ik in schuine plakjes van zo'n centimeter dik. De plakjes cantuccini leg ik nu plat terug op de bakplaat. Nu mogen de cantuccini nog even 20 tot 25 minuutjes bakken op 130 graden, totdat de cantuccini echt goed knapperig zijn. Ik draai de cantuccini halverwege het bakken nog een keer om. A few minutes later. Ik laat de cantuccini even goed afkoelen op een rekje voor ik ze ga eten. Lekker om in een pittige espresso te dippen of na het eten in een dessertwijn, zoals het traditioneel wordt gegeten bij een Italiaanse Vinsanto. Wil je dit recept voor vegan cantuccini nog een keer rustig nalezen? Check dan de link in de beschrijving hieronder. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op Maison Viridie. En deze video te liken, commenten en ring de bel als je vaker receptvideo's van mij wilt zien.
En als je nog vragen hebt, laat het dan vooral hieronder weten in de comments. Ik zou zeggen, tot de volgende Maison Viridie en bon appétit! Ja, opnieuw, ik zag het al. Nee, dit klopt niet, wat ik zeg. Blah. In een... Blah. Nee.